Zorgt het voor stress, Jacob-Jan? Je hebt die 3 sterren, je hebt ze, maar je moet ze ook nog behouden. Ja, ik zie het niet als stress. Voor mij is het eigenlijk, ik heb mijn doel bereikt en nu wil ik het uitbouwen. Dus het is voor mij echt een welkom iets. Weet je, tuurlijk is er wel stress. Maar iedereen die iets op niveau doet of iets wil doen. Ik neem aan, als jij naar zo iemand gaat, weet je wel, of die kinderporno. Ja, dan heb je ook spanning of een bepaalde stress om die man of vrouw te ontmoeten. Weet je wel, dat is in ons vak ook zo. Maar stress is ook nodig om tot het uiterste te gaan soms. Maar deze chef-kok gaat die stress loopt. Deze gaat heel ver. Kijk, en misschien omdat hij is opgeleid door Gordon Ramsay. Ik weet niet of dat normaal is. Een beetje maar wel. Hier gaat hij een beetje uit zijn plaat. Oké, ga eens naar de chef. Please take a chair. Chair. The fuck is this? You don't give me a plate? Why are you fucking with me? You're handing me a plate and not being honest? What the fuck's wrong with you? I said 40 seconds with a warm ingredient. It develops a crust around it. This is done. When you're ready to cook, let me know. I'll be right here. Where are we? The 2 charges of food pork. No, Chef. 20 seconds on the spinach, Chef. Pork. Pass, Chef. You got a shot. Jullie lachen, dit herkennen jullie. Dit is Ron, dit is Jacob-Jan, of niet? Ook, af en toe. Nou, vroeger. Ja? Ik was vroeger ook een beest. En waarin zat hem dat? Gewoon het fanatisme, het ultieme. En ik ken nog steeds, als ik op de kermis in Oudekerk, dat mensen uit die periode met elkaar willen slaan. Omdat ik dat gek was in hun ogen. Maar was het het streven naar inderdaad die perfectie? Het moest absoluut goed zijn. Of wat was het? Ja, het is een streven naar perfectie. Het is ook een soort onmacht. Je voelt op dat soort momenten dat het niet lukt, dat het niet loopt. Dus dan dat moet, terwijl je al 14 uur per dag staat te knallen. Dus dan word je, en dan ben je nog wat jonger. Dus je werkt misschien nog wat langer. Dus dan, je wil ook nooit fouten maken. Nee, je wil altijd het uiterste eruit halen. En dan in zo'n proces, wat je daar net ook zag, weet je, het moet allemaal tegelijk op zo'n pas komen, hè, voordat het naar die gast gaat en dan gaat het toch mis. Wat ook in die film gewoon een aantal keren gebeurt. Ja, die frustratie, die herken ik. Maar dat ik met die borden sta te gooien en te smijten, dat is een paar honderd euro die ik krijg. Dat doe ik niet meer. Dat heb je geleerd. Ja, pannen wel, toch? Ja, pannen af en toe wel.